Ja, dat is een reactie die we frequent krijgen als we het woord hoogbegaafd in de mond nemen. Is van, ja, is dat dan gewoon een slimme, een Einstein, een wiskundige knobbel? Dat zijn eigenlijk de klassiekers waar je de link gaat leggen met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is veel meer dan dat en is vooral niet alleen Einsteins. Dus naast de bijzondere capaciteiten, dus de klassieke IQ, maar ook andere bijzondere capaciteiten, de snelle denker kan ook artistiek heel sterk zijn, heeft een hoogbegaafd kind ook een enorme creativiteit, divergent denken, een enorme honger naar antwoorden, waarom dit, waarom dat, ook een enorme verbeeldingskracht over het algemeen. Als het dan in de les iets te traag gaat en je kan ze in de les niet inspireren, kunnen dat heel grote dromers worden waarop blijkt dat ze niet geïnteresseerd zijn en dus ja, niet de beste leerling van de klas zullen worden. Een hoogbegaafd kind zal, indien het zich echt interesseert, enorm intrinsiek gemotiveerd zijn en grenzen willen verleggen en ook wel nogal eens vergeten om te eten en te slapen. Als echter iets is dat het intrinsiek niet kan motiveren, ja, dan kunnen ze natuurlijk vreselijk lastig worden. Vreselijk tegenwerken. Een hoogbegaafd kind is ook veel kritischer dan een normaal begaafd kind en die zal blijven doorvragen. Dus de waarom-fase die een normaal kind heeft, gaat bij een hoogbegaafd kind eigenlijk nooit voorbij. Een veelvoorkomend ander kenmerk is ook de hoogsensitiviteit, zowel mogelijk naar geluid of naar smaak. Ook een grote leerhonger is er soms. Ze zullen zichzelf bijvoorbeeld soms leren lezen in het kleuterklas al, gewoon omdat ze de interesse hebben om informatie te kunnen vergaren op die manier en boeken te kunnen lezen. Wat bij een hoogbegaafd kind ook nogal een keer voort is, het enorm rechtvaardigheidsgevoel. Als er iets gebeurt in de klas, er zijn regels afgesproken en er is een van de andere collega-kinderen die zich daar niet aan houdt, dan is het hoogbegaafd kind die daarvoor in de bres zal springen. En dan soms nogal eens overkomt als de klikspaan, waardoor de relatie binnen de klasgroep niet ideaal gaat zijn. Dus eigenlijk hoogbegaafd, het is zoveel meer dan gewoon slim zijn. Wil je meer te weten komen rond hoogbegaafdheid? Dan hebben we een nieuw aanbod voor jou. Het zijn een gratis masterclass waarin we meer informatie gaan geven rond wat hoogbegaafdheid is, wat mindset is, wat positief discipline is, wat onderpresteren is, wat versnellen is. En dus wat je allemaal eigenlijk kan doen rond de hoogbegaafdheid van je zoon of dochter. Surf nu snel naar hoogbegaafd.chromicoach.be en volg onze gratis masterclass.